De ervaring die de Surinaamse Houtunie heeft over houtverwerkingsprocessen moet uitgewerkt en beter vastgelegd worden. Dit zei Herman Vreeser van de Algemene Surinaamse Houtunie gisteren tijdens een paneldiscussie van de Vereniging van Economisten in Suriname in de ballroom van Hotel Turarica. Vreeser benadrukte dat de Houtunie niet aan kaalkap doet. We doen weliswaar aan gereguleerde kap, een systematische systeem van oogsten en sleepwegen worden geprojecteerd. Er heeft inderdaad wat degradatie plaats, maar niet in die fase dat we kunnen praten over kaalkap. Dus de ervaring die we al in de sector hebben en de organisatie heeft meegewerkt aan wat bijvoorbeeld Benito net heeft aangekaart, een Swiss systeem waarbij de tracering tot bij de stronk mogelijk is. En ik denk dat we dat dieper moeten uitwerken, samen met de SBB en de bedrijven die werkzaam zijn in de sector. De kansen liggen daar, we moeten het gebruiken. Maar de uitdaging ook, want de sector ontbreekt behoorlijk wat kennis. Vreeser zei dat de nodige kennis opgebouwd moet worden om tot een ander niveau te komen. Het ontbreken van de kennis over houtverwerking is een groot obstakel in ons land. Ten slotte wil ik zeggen, ik sta zeker te kijken hoe wij die facilitering van deze sector gaan doen, want dat ontbreekt de afgelopen 40 jaren. De sector heeft alles zelf moeten doen. We hebben nooit als sector welke facilitering dan ook gehad. Er waren niet incentives, maar ik denk dat het nu tijd aangebroken is dat wij de sector inderdaad moeten tegemoetkomen in het instellen van een industriegebied. En als ik naar de minister kijk, als we dan duurzaam bosbeheer moeten doen, aan een permanente bos gaan denken. Want niet is prettig voor een onderneming dat je duurzaam bezig bent in je bos en dan komt er een mijnbouw en die haalt al drie kwart of een kwart van je bos weg. Volgens Vreeser is er werk aan de winkel. Benito Shintenfung van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven zei dat de ondersteunende documentatie die bij de Surinaamse Boswet hoort in place moet worden gebracht om een beter beleid te kunnen uitstippelen voor het gebruik van de Surinaamse bossen.